Oké. Ik ga jullie even het een en ander uitleggen. Kijken. Is dat mijn tweede kindje? Oh, je bent zo schattig. Kom, ik ga even deze man. Jongens, Mirjam is zo erg dronken. Het is echt niet normaal. Kijk dan. Wacht, ik zal even kijken of mijn bil aanspant. Kijk, let op. Ik kon net even niet filmen, want ik wou jullie iets filmen, maar ik had een speciaal pak aan, want ik was met mijn moeder in Noordwijk. En we waren bij een... Fission Body. En ik krijg het niet gesponsord of zo, helemaal niet. Alleen, ik ben me net dus kapot geschrokken, want mijn weegschaal is thuis stuk. Dus ik moest me net daar wegen en ik weeg 68. Dat betekent dat ik op mijn zwaarste ever ben. Nou ja, ik heb wel eens zwaarder gewogen, maar dat was echt 10 jaar geleden. Ik ben gewoon 4 kilo aangekomen. Kijk uit man. Deze quarantaine. Echt vreselijk. Moet ik je wel zeggen dat ik even nu al 3 dagen niet echt had gevlogd of zo. Ik ben wel echt al 3 dagen heel erg op eten aan het letten. Dus waarschijnlijk woog ik gewoon 3 dagen geleden 70 of zo. Jezus Mina, ik ben echt nog nooit zo zwaar geweest. Fission Body is... Ik weet niet, de mensen die me al lang volgen. Ik heb vroeger, 3 jaar geleden of zo, wel eens gesport met zo'n EMS-pak aan. Dat is zeg maar een beetje hetzelfde idee, alleen een vernieuwder en zwaarder en weet ik veel allemaal. Dus ik had net dat pak aan en ik, ja, dat was best heftig, want dat is dat impulsen op je spieren. Dat is nu wat ik 1 keer in de week met mijn moeder ga doen. Heeft iemand een tip voor... een stoffig huis, want dit is niet normaal. Ik heb letterlijk 3 dagen geleden dit schoongemaakt en nu is het weer dit. Deze kast is ook niet normaal, moet je kijken. Godverdamme zeg. En ik maak echt vaak schoon, hè jongens. Ik zweer het je. Hi jongens, ik ben weer helemaal fresh en clean. I like that very much. Oké. Ik ga jullie even het een en ander uitleggen, want ik had gisteren Nadia aan de lijn. Ik zal even haar Instagram hier onder de video in de beschrijving zetten, want zij geeft heel veel tips, alles. En ze weet gewoon echt waar ze het over heeft. Heel stom dat ik daar niet eerder over na had gedacht. Ze zou ik echt boven, waarom kwam je niet in naar me toe? Helemaal vergeten, heel dom. Want ik was er echt helemaal klaar mee. Ik had hier 500 verschillende producten, merken, alles hier in mijn badkamer staan. Ik snap ook echt dat mensen onder mijn vlog gingen reageren van wow, wat ben je nou aan het doen? Je gebruikt zoveel verschillende producten met van andere merken. Dit heeft helemaal geen zin. En dat had het ook niet. Maar ik was gewoon heel erg zoekende en ik wist geen raad meer. Dus ja, oké. Wat ik moet gaan gebruiken voor mijn huid. Mijn huid is dorstig. Dus ik heb niet gelijk een droge huid, maar gewoon... Hij vraagt wel naar voeding. Nou, dan heb ik die hormonale last. Op mijn kin voornamelijk. En ik heb het hier op mijn wangen. Dat komt vanuit mijn maag. Dus dit zijn ook elke keer de dingen die bij mij terugkomen. Eigenlijk gaat het echt nooit meer weg. Sinds ik de pil niet meer slik, want er blijft altijd wel rode vlekjes. En dan wordt het weer een buisje. En zo gaat het elke keer weer opnieuw beginnen bij mij. Waar ik helemaal lijf van word. Maar oké. Ja, The Ordinary. The Ordinary is een product die prijskwaliteit gewoon goed is. Ze zegt, bo, het kan natuurlijk altijd beter. Maar ik snap dat heel veel mensen voor The Ordinary kiezen. En het is gewoon prima om te gebruiken. Alleen, wat moet je ervan gebruiken? Nou, ik moet dus gebruiken de zink. De niacinamide zink. Dit heb ik dus goed gedaan. Wat ik niet meer moet gaan gebruiken is die hyaluron. Die is te dik voor mij. Dus de zink moet ik gaan gebruiken.
Dan moet ik nog eentje van de Ordinary gebruiken. 'S avonds, want dan moet ik zeg maar, ik moet mijn gezicht wassen met een cleanser waar eigenlijk 1% salicylzuur in zit. Niet meer, want dan is het te heftig voor mijn huid. Dus ik moet even een cleanser gaan vinden die dat heeft. En ik dacht altijd dat de cleanser niet zo heel belangrijk was, maar dat is het dus wel. Want die van de Ordinary is veel te vet voor mij en die is helemaal niet goed. En ik vind hem sowieso ook echt helemaal niet lekker. Dus ik ga sowieso even kijken voor een nieuwe cleanser. En dan moet ik daarna dus die Nisaninine en zink als serum gebruiken. En daarna moet ik als crème de... Even kijken hoe het precies heet. Ik zal het wel helemaal niet goed uitspreken. Maar de Ordinary Acelac Acid Suspensum 10%. Nou, nu is die dus overal uitverkocht. Ik heb echt op elke online site gekeken. Super kut. Dus het zal wel echt een mega populair product zijn. Dus ik hoop dat het zo snel mogelijk op voorraad is, want ik heb mijn e-mail achtergelaten. Nu hebben ze wel bij Paula's Choice hebben ze er ook een, alleen die is dus weer veel duurder. Maar als het te lang duurt, dan ga ik die sowieso bestellen, want ik wil nu wel echt met die dingen gaan beginnen. Dus dat is dan wat ik 's avonds moet gaan opdoen. En 's ochtends moet ik weer mijn gezicht goed schoonmaken, weer die Nisaninine Sink gebruiken en dan een goede dagcreme zonder parfum. En dan een SPF natuurlijk, voor de zon. Nou, deze heb ik gewoon nog van Dermaquest. Dat is ook een supergoed merk. En ze zegt ook, die moet je gewoon lekker opmaken, want dat is gewoon prima. En ja, dus het enige wat ik nu even moet hebben, is een dagcreme. Want kijk, deze van de Ordinary's, die raad ze gewoon ook echt niet aan. Deze is niet goed voor mij. Ik moet er sowieso eentje hebben waar niet te veel olie ingrediënten in zitten. 1 à 2 olie zijn genoeg voor mij. Ze zegt ook, Bo, weet je moet gewoon even jouw huid leren. En dan moet je gewoon de ingrediënten gaan bekijken van de producten. Want dat is gewoon zo erg belangrijk. Dat, weet je, voor iedere huid is het natuurlijk anders. Maar daar leer je ontzettend veel van. Bijvoorbeeld deze toner is gewoon veel te heftig voor mijn huid. Die mag ik ook gewoon niet meer gebruiken, want dan maak ik het alleen maar stuk. En dan krijg je juist van die pigmentdingen en irritaties, weet je wel. Wat dus ook nog heel goed is voor mijn huid, is 1 keer in de week een bindweefselmassage op mijn gezicht. En dat is goed voor... Kijk, een bindweefsel maakt binnenuit dingen stuk. En dan gaat je huid zichzelf herstellen. Die gaat werken van... Zo legt ze me uit. En dus dat is gewoon goed als dat gebeurt. Dus ik ga 1 keer in de week bij Priscilla bij My Improvement Beauty, Skin Improvement Beauty, ga ik gewoon 1 keer in de week de bindweefsel doen. Peelingen zijn ook heel erg goed. Die ga ik ook bij Pris doen. Het is goed om op te bouwen. Dat is dat brandende wat ik af en toe nu al krijg. En dat moet gewoon rustig aan opgebouwd worden. Dat je echt weet je, dat je gaat vervellen. Dus ik moet gewoon steeds een nieuwe soort huidlaag aan gaan maken. Ja jongens, ik denk ik leg het jullie maar even uit met mijn huid. Omdat ik hier natuurlijk al heel erg zoekende naar ben. En voor degenen die ook een beetje hetzelfde gebeuren als mij hebben. Ja, dit is gewoon iemand die het zegt die echt heel ervaren is. Dus ik neem het echt van haar aan. Dus ik hoop zo snel mogelijk dat het product van de Ordinary op voorraad is. En dan ga ik dit gewoon nu voortzetten. En dan hoop ik echt dat het minder wordt. Dus ja, moet ik je ook wel eerlijk zeggen dat die 4 dagen dat ik nu op mijn eten let ook altijd wel heel erg voor mijn idee helpen. Want het is nu echt wel weer wat minder, stukken minder. En ik ben natuurlijk, ik heb ook een maandelijkse dingetje gehad. Dus je merkt wel voordat je ongesteld moet worden dat alles wel veel erger is. Natuurlijk logisch. Maar goed, en ik slik natuurlijk die vitamines nu. Dat dimcomplex. Zij zei ook echt, dimcomplex is echt goed. Dus jongens die hadden gereageerd onder mijn vlog over het dimcomplex. Jullie hebben helemaal gelijk daarover gehad. Super goed om te gebruiken. Dus ja, check even de beschrijving onder de video. Daar zet ik ook alles. Dus ik ga nu even snel mijn schoenen aantrekken. Want ik ga met Jeff even spelletjes halen. Want we hebben vanavond weer mensen hier te eten. En het leek ons leuk om gewoon een keer een spelletje te spelen. In plaats van tv te moeten kijken. Maar we hebben helemaal geen spelletjes in huis. Dus we gaan daar even voor kijken. Kijk hoe leuk jongens. Ik heb een nieuw jasje van de Topshop. Regenachtig jasje crop. Met een capuchon. En ik heb mijn nieuwe All Stars binnengekregen. Dat was ik even helemaal vergeten dat ik die had besteld. Ik doe mee aan de trend Hogeschool All Stars. En
Ik moest er even aan wennen, maar ik vind ze echt wel leuk eigenlijk. Leuk hè, dit? Een leuk dingetje. En ik vergeet trouwens net even iets heel belangrijks te vertellen. Ik vergeet het belangrijkste namelijk. Stoppen met zuivelproducten. Dus ik ben nu sowieso al een tijdje bezig met alleen nog maar soja van het merk Alpro. Die kokos yoghurtachtig iets. Want die vind ik gewoon mega lekker. Dus ik deed het al veel minder. Alleen ik deed het nog wel een beetje. Maar ze zegt echt, dat is sowieso het allerbelangrijkste. Stoppen met zuivel. Dus dat wou ik jullie nog even vertellen. AVB. We hebben een spelletje gedaan. 13 seconden. Wie is dat? Jij of ik? Het is helemaal gezellig. Wow. We hebben al 3 keer gewonnen van de jongens. Jammer. Ja, lekker nul. Lekker weer fout, hè? Ja. Maar we zijn echt vet actief. Ik heb hier nog nooit zo actief gespeeld. Het is echt zo zenuwslopen. Goedemorgen, jongens. Welkom bij een nieuwe dag. Food French Baking. Ik zeg elke keer food als eerst. De French Baking Food Instagram gaat aardig lekker. We zitten nu al over de 4000 volgers. Nou, dat hebben we tot binnen, ik denk, 5 weekjes gefixt. 4 misschien. Best lekker. Het is wel leuk dat iedereen gewoon onze recepten leuk vindt. Moet ik je wel zeggen dat Lois en Kelly wel echt het meeste koken. Heb ik ook al wel best een paar dingetjes wel gemaakt. Alleen, ik vind het nog best wel lastig om af en toe dingen te verzinnen. Want ik kan sowieso al niet koken. Dus dan moet ik nu helemaal dingen gaan verzinnen wat ik al helemaal niet kan. Maar goed, ik probeer het en het is best wel grappig om te doen. Rebecca komt zo hier even heen. Met een hele mooie vaas met bloemen en zo'n zeil. Want die deed ze weg, maar die was echt nog zo goed als nieuw. Dus ik denk dat ik die van haar overkoop. Ga ik jullie straks even laten zien. Het is echt mega mooi. Dat wil ik even in een hoek plaatsen. Van mijn kamer. Vannacht stond er dus echt zoveel wind. En ik merk echt, in dit nieuwe huis zijn er natuurlijk allemaal dingen anders als in ons oude huis. Hier hebben we mega veel last van. Ik heb er geen last van, maar de buren hebben soms last van ons. Dat je dus echt alles hoort. Dus het is heel gehoorig. Ik hoor hun ook, alleen mij boeit het niet zoveel als ik soms een buurvrouw hoor. Maar goed. Sommige mensen zijn wat minder makkelijk daarin natuurlijk. Dus we moeten echt wel rekening houden ermee. Echt mega irritant is dat. Moet je nagaan als je hier gewoon met 2 kinderen zou wonen of zo. Dat is gewoon eigenlijk bijna niet te doen. Dus daar balen we wel echt een beetje van. Het is wel echt iets dat we denken, ja, als je dat had geweten, dan had je niet zo snel hier gaan wonen, denk ik. Maar goed, en vannacht gingen al die deuren de hele tijd klepperen door die wind. Alleen ik vertik het om met een raam dicht te slapen, want het is bloedheet bij mij in de kamer. Dus ik denk dat ik even zo'n Dyson ding ga kopen, want ik heb een airco, heb ik, beneden in de berging staan. Alleen dan zit ik weer met het gezeik dat Jeff heel erg ziek wordt van airco's. En gelijk als ik een airco aanzet is hij ziek. Dus je hebt nu zo'n Dyson ding, maar dat ding kost echt €600. Maar het is dus wel echt zo'n, dat Dyson is sowieso bizar. Ik weet niet hoe ze dat maken, maar het is echt zo mega goed, jongen. Dan komt er een soort van wind, maar dan, ja, het koelt gewoon in je kamer zonder dat je het doorhebt en het is geen airco. En je wordt er gewoon niet ziek van. Het is echt super. Ik heb het laatst bij iemand gezien en het is echt niet normaal wat dat is. En het pakt ook niet zoveel stroom en zo. Dus het is echt gewoon veel beter als zo'n airco met zo'n slang. Dus ik ga er maar even voor kijken. En waar ik ook voor ga kijken van de week is een Apple Watch. Want dat lijkt me echt super ideaal. Makkelijk nu ook met het sporten en alles. Dus daar ga ik even voor kijken. En ik heb deze 90 baby shirt aan van Come Get Fashion. Heb ik jullie verder nog iets te vertellen? Eigenlijk niet. Ja, mijn dieet gaat echt super tot nu toe. Dus ik zit nu echt op dag 5 of zo. Ik voel me ook gewoon veel beter gelijk. Met alles, jongen. Ik was van de week zo chagrijnig. Lach. Kan je echt van jezelf walgen. En nu voel ik me gewoon weer lekker fit en beter. Alleen, nu hoop ik voor hoe lang. Maar gisteren zat iedereen hier bij ons. Zat spelletjes spelen. En iedereen zat echt te vreten en zo.
En dan hou ik me echt in, hè. Dan zit ik echt thee te drinken. En dan, Lois had een beetje, die drinkt dat cola zero. Nou, het laatste wat ik drink is cola of prik, überhaupt. Ik hou helemaal niet van prik. Maar gisteren kreeg ik dus echt een beetje zin naar die zoetigheid. Toen zei ze, neem gewoon een slokje cola zero. Want dat is natuurlijk niet heel slecht of zo. Nou, ik moet je zeggen, ik heb het aardig goed volgehouden. En dan word ik zeg maar wakker vanochtend. En dan word ik echt wakker met zo'n lege buik. Gewoon helemaal zo'n lege maag. En dan voel ik me zo lekker dun in de ochtend. Oh, I love it a lot. Nou, goed jongens. Ik spreek jullie later weer op de dag. Doei! Ze vergeten. Ik zit net te vertellen dat ik een hele mooie vaas van je krijg. Vergeet ze hem. Ik rijd zo de straat en ik denk... Kut, vaas. Godverdomme. Ja. Echt jongen, je gaat toch automatisch zo praten? Moet je nou kijken? Is dat mijn tweede kindje? Oh, je bent zo schattig. Mevrouwtje. Ja, is lekker kriebel op je buikje, hè? Is dit een beetje de poepetjoetje, moesie moenie? Nou, als Jeffrey mij zo hoort praten, hè, dan wordt hij weer boos. Want Jeffrey wordt altijd boos als ik zo naar mijn toetie ga praten. Ja. Nou, ga je nou buiten? Mijn kindje? Zo, als je zo wordt. Mijn kijk dat boosje. Zo. Ja, kijk. Dat zo wordt Marlis. Baloo. Wauw. Ja. Marley krijgt steeds meer haar. Ze is oh, uit de ugly face. Je hebt gewoon Jack and Russell haar. Nee, maar ze krijgt steeds meer haren. Ja, maar echt lelijk haar, Bodie. Dat zie je toch. Kijk hoe het naar achter gaat. Nee, jij bent lelijk. Nou en? Goedenavond. Nou, ik was even bij de Bruchette vanavond. Daarna zijn we dus naar Boy & Janie gereden. Vandaar dat jullie Marley net zagen. We zaten even een film te kijken. Heftige film trouwens. Natasha München of zo. München. Dat meisje die is 8 jaar lang ontvoerd geweest door een man. Een waar gebeurd verhaal. Echt heftig. Dat soort dingen gewoon gebeuren op de wereld. Dat vind ik echt lijp. En veel ook. Hè? Echt veel gebeurt dat. En dan dat je er gewoon nooit achter komt. En dat ze gewoon. Dat zo iemand gewoon verdwijnt voor altijd. Ik heb echt ontdekt. Want ik was. Even met mijn ooms auto daarheen gereden. Want Jeffrey was er al. Dus ik moest net in mijn eentje terugrijden. In mijn ooms auto. Ik kan 's nachts echt niet snelweg rijden. Ik kan sowieso, vind ik, snelweg rijden helemaal niks. Ik doe het ook bijna nooit. Jeffrey wil ook altijd dat ik het doe. Maar ik ben echt een beetje... Ik weet niet wat het is. Echt, het maakt me niet uit als ik moet rijden. Maar op de snelweg word ik altijd een beetje angstig. Ik kan gewoon niet goed rijden op de snelweg. En nu, 's avonds... Heb ik echt last dat ik het niet goed zie. Ik zie de lijnen niet goed op de weg. Het liefst rijd ik de hele snelweg met mijn groot licht aan. Maar dat kan natuurlijk niet voor de tegenliggers. Ik heb echt ontdekt. Ik betrapte me net zelf echt op. Ik kan echt niet rijden op de snelweg. Ik vind het ook echt verschrikkelijk om te doen. Ik ben gewoon bang. En dan word ik ook nerveus van mezelf. Heel irritant. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe dag. Nou, ik ben al de hele ochtend druk. Ik was eerst vanochtend heel vroeg bij de Bruchette, want we hadden een vergadering over die tafelindeling, alle ragel. Daarna heb ik kijken wat ik heb gedaan. We staan nu hier te wachten op de boot die ons komt halen. Dan zijn we weer in Haarlem, we gaan weer varen. En kijk wat ik allemaal heb gemaakt. Kijk hoe creatief. Ik heb allemaal zulke bakjes gemaakt. Je bent zo druk. Omdat Mer en ik aan het afvallen zijn, dachten we nemen allemaal gezonde dingetjes mee. Dus ik stond de hele ochtend fruit te snijden, weet je? En ja, ik ga vandaag wel een rosé'tje drinken. Maar ik ben echt nog steeds zo goed bezig. Dus ik wil gewoon echt niet mijn dieet verpesten. Dat kan echt niet. Because when I'm drinking, I'm very track in eating, you know. Yeah, gotta drink a lot. Oh my god, you're talking English again. Kijk, ik heb trouwens de nieuwe All-Startjes aan met zo'n rokje eronder. Kijk hoe leuk. En kijk, mijn zuster ook. En Lois, die deed weer niet mee met de trend. Helemaal leuk, die All-Startjes. Ik ben er zo blij mee. Not normal. Zak ijs meegenomen, kijk. Voorbereid. Dit is voor mij zo'n koeltas, hè? Leon, nergens op te zetten. Leon, luister eens. Hoe je voet is naar beneden. Oh, kom ik even in deze bank?
niet uit deze kant. Ik kom niet uit de kant. Hallo, ik kom niet uit de kant. Jongens, Mirjam is zo erg dronken. Het is echt niet normaal. Kijk dan. Nee, echt. Je bent nog erger dan de vorige keer. We gaan nu pizza's halen. Dus dan gaan we pizza eten. En dan is het meer margarita. En dan ben ik er weer. En dan ben ik er weer. Hey, margarita. Ik moet heel snel plassen. En dan ga ik weer weg. Ik heb het niet meer. Ik heb gewoon pijn aan mijn kaken van het lachen. Ik meen het echt serieus. Oh, dat kan ook, ja. Ik moet gewoon even met jouw telefoon echt eerlijk toegeven. Mijn telefoon? Wat dan met mijn telefoon? Ja, met Pitt. Oh. Bo, je moet echt eerlijk toegeven. Ik echt jouw leven. En dan stuur je me zo'n tikkie, ja? Je hebt jouw hele lachen sleutel door mij op die boot. Schatje, het is niet normaal. Het is echt niet normaal. You make my day. I make your life. No, you make my day. I love you very much. Forever. I love you more than like everything in the world. Yeah! Yeah! Hey, hey. Zo, een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Ik zie er niet uit, want het is very vroeg in de morning voor mij doen. Het is 9:15. En ik ben bijna bij mijn sporten. Want ik moet om 9:00 sporten. Oh my god. En ik heb echt geen kracht. Godskeleren. Mijn wekker ging om 8:00. En ik dacht echt serieus. Ik heb de hele nacht lopen draaien door die boot. Ik had echt het gevoel alsof ik nog op een boot zat. Van gisteren. Niet normaal. Jeff had het ook echt. We lagen echt te kutten met z'n tweeën, jongen. We kwamen gewoon niet in slaap. Oh mijn god. Maar goed. Straks ben ik blij als ik het allemaal heb gehad, weet je. Dan denk ik, yes. Dan ben ik om 10:00 klaar. En dan kan mijn dag in een stuk. Koud. Ik heb lekker kibbeling gehaald. Het is al bijna op. Zo lekker, hier had ik zoveel trek in. Nu is het eigenlijk wel lekker dat je gewoon zo vroeg hebt gesport. Want dan heb je echt heel de dag nog. En het is nog super vroeg. Ik rijd nu ook even naar opa toe. Want ik heb ook haring voor hem meegenomen. Jeff is nog even een broodje kip halen. Dit is trouwens echt de beste visding die er is. Zo lekker. Hier hebben ze gewoon echt van die ravicot saus. Dat je die augurk niet proeft. Dat vind ik echt zo smerig, augurk. Dus ik ga even lekker bij opa zitten. En dan ga ik maar een beetje zonnen. Want ik ben in mijn heel mijn leven nog nooit zo wit geweest. In bijna de maand juni. Dus voordat ik weer moet gaan werken. Ga ik nog even de laatste week lekker van de zon genieten. Nee, makkelijk. Nee. Helemaal niet. Kom, je moet me duwen, schat. Je moet me duwen. Nee. Jij past daar echt niet in hoor, de beeldje. Oh mijn god. Ik ben nu bij de brochette. En ik ben even alles hier aan het opruimen. Ik ben het kastje even mooi aan het maken. Want het was een beetje nasty. Ik ben trouwens echt heel erg elke avond actief op Marktplaats om te kijken naar een auto. Alleen ik vind het echt heel lastig, want de prijzen schillen zeg maar heel erg als je een schakelauto koopt. En ik zat op een gegeven moment echt heel erg te twijfelen. Oké, Bo, misschien moet ik toch maar weer gaan schakelen. Want dan heb je gewoon een veel leukere auto voor hetzelfde geld als een auto die wat minder is en dan automaat. Met de kilometerstand en zo, weet je wel, dat is toch belangrijk. Het is wel kut als je echt een auto gaat kopen, omdat die automatisch met veel kilometerstand erop. Dat is gewoon niet echt handig. Maar toen dacht ik, oké, weet je. Maar ik reed gisteren in de auto van Jeffrey's zusje. En die is schakel. Nou, sorry hoor, maar ik ben gewoon echt 5 keer uitgevallen voor een stoplicht. Dus het gaat hem echt niet worden en ik vind het helemaal ruk. Het is echt, als je eenmaal automaat gewend bent, dan... Ja, dat is echt grote gezeik.
Morning, people. Welkom bij een nieuwe dag. Oh, ik heb vannacht het grote deken eruit gehaald. Dus ik heb onder dit geslapen. En het was echt veel beter, want het wordt warm in Hollanda. It's gonna be warm here. Ah, oh. Oké, ik probeer zo lang mogelijk in mijn bed te blijven liggen. Normaal ontbijt ik altijd voordat ik douche. Alleen nu ga ik elke keer eerst douchen, aankleden en dan pas ontbijten. Want dan ontbijt ik zo laat mogelijk. En dat betekent dat ik dan vanaf 19:30 gisteravond tot 23:30 niet heb gegeten. En dat noemen ze intermittent fasting. Dat je 16 uur lang niet eet. Wat ik al die dagen daarvoor aan het doen ben, was elke keer 15 uur lang niet eten. Alleen, ik moet het echt even 16 uur lang niet proberen, want dan schijnt het pas echt te helpen. Wat ga ik vandaag doen? Ik ga vandaag eindelijk voor mijn wenkbrauwen. Oh my god, dat was echt zwaar nodig. Ik heb echt gewoon hier allemaal haar. Hier allemaal haar. Wat je nu echt niet ziet. Maar believe me, in het daglicht zie je het wel. Het is echt vreselijk. Ha. Daarna ga ik weer mijn pakje aantrekken. En mijn moeder, nou ja, ik ga mijn moeder naar Noordwijk. En dan krijgen we weer dat pak aan. En dan zal ik kijken of ik er vandaag een stukje over kan filmen. Want het is echt heel interessant om te zien. En ja, dat ga ik dus doen. Ik meen echt, het enige wat ik mooi vind 's ochtends aan mezelf, is mijn opgezwollen lippenvorm. Voor de rest, everything is not so pretty. Jongens, dit is toch niet normaal wat ik soms 's ochtends heb. Oh, ik hou gewoon echt heel veel vocht vast 's nachts. Ik weet niet wat het is, maar dit is echt, ik ga lekker mijn hoofd even koelen met zo'n roller. Poh, mijn hele ogen. Ik heb dit zo vaak. Echt jongen, als ik zwanger zou zijn, ik denk dat ik echt zo dik word. Ik zweer het je. Zo, deze is lekker cool. Dan ga ik zo rollen. Oh, mijn ogen. Is dit nou weer, jongens? Oh. Oh, ik ga echt ijs op mijn ogen houden. Zo word ik zo moe van mezelf. Ken je dat? Oh, dit is zo lekker. Eigenlijk moet je dit ding gewoon in de vriezer stoppen. Ik heb altijd het idee dat dit helpt. Dan krijg je weer een mega. Zo. Nou, ik heb er wat van kunnen maken. Als je toch geen make-up had, hè, dan had je wel wat anders. Eigenlijk zijn mannen in het algemeen dus veel knapper als vrouwen. Want geloof me dat een paar hele knappe vrouwen zonder make-up echt beroerd lelijk kunnen zijn. Hé, hey, daar is mijn moeder. Kijk, en ik heb weer mijn alsters aan met een jurkje. Ik ben echt helemaal fan. Ik vind ze zo leuk. Ik heb ze elke dag aan gehad. En vooral omdat ze zo lekker zitten. Wat je... Dus ik ben weer afgedroogd, hoor. Oh, hij heeft weer gezwommen. Ja. Hi, natte hond. Ik heb hem hier even dicht in de was doen. Oké, wacht dan. Nou, boog gaat beginnen. Met trappen. Fietsen. Ik probeer mijn arm te kunnen bewegen, maar als die aangaat, dan gaat het niet echt. Maar goed, ik sta dus nu in de zon, sta ik te genieten en te sporten. Wacht, ik zal even kijken of mijn bil aanspant. Kijk, let op. Ah, oh, ja, dat zie je. Ik kan het goed zien bij jou, hoor.
Nou, echt. Beter kan je het niet hebben. Ik word gelijk nog... Ik kan niet praten als dat ding aan gaat. Ik ben nu met Jani. Hi Jani. Hallo. Super... Oh, je hebt al vlees? Ja. We gaan koken. Wraps en ik voor mezelf een salade. Dus I'm gonna eat salade with... meat and they gonna eat wraps with meat. That's nice, that's nice. Hey, kom gaan dan. Lekker. Lekker hoor. Lekker. Mel, jij eerst? Nee, meer. Oh. Ja. Ja, nee, schat. Nou, wat meer. Het is runder gehakt, geen varken. Deken. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe dag. Ik ga mijn vlog even afsluiten nu. En dan begin ik weer een vlogje opnieuw. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En bedankt voor het kijken. En abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En jullie zien me van de week weer. Doei!